man, what the fuck? En dan kan ik zo'n vieze... Wacht, wie was dat? Ah, was dat nat vlees? Mijn zus ligt hier op Joost. Ja, ik was het. Karen. Joost, kijk even mijn filmpje, gast. Hebben we al een Facebook shop voor jou? Oh, crewmate. Crewmate. Dan ben ik blauw. Dit is gek. Wie is normaal blauw? I'm confused. Oké. Link die bleef daarachter. Natvlees, Erwin hier. Erwin die rent nu waarschijnlijk terug om te checken of ik Link iets heb aangedaan. Als Link hier niet is, dan weten we ook al genoeg. Ja, dit is wel karma. Sowieso. Want Link killde mij heel snel. Oké, ik ging als laatste buiten Link weg van Launchpad. Wacht, weet je dat Launchpad hier toch pakken? Ja. Goed, Launchpad. Ja. Ik zag, even kijken, volgens mij Natvlees en Erwin wachten bij Medbay daar een beetje. Om te kijken waarschijnlijk wie er allemaal uitkwamen. Toen zag ik Erwin teruglopen naar Launchpad. Ik dacht, misschien wil die verifiëren of Link dood is. Toen kwam ik daar aan. Toen was Erwin er niet en Link die was dood. Oh. Want ik, ja, weet je, ik wilde er achteraan snoepen, dus... Nee, dat klopt niet helemaal. Mijn zus ligt hier op Joost. Ja, ik was het. Alright. Ik heb een stem gedaan. Ja, dat is alles wat ik heb. Maar het klopt niet. Wacht, wie was het? Ik was niet aan het luisteren. Oh, Joost. Joost. Nee, Rudy, dat klopt niet. En ik zal je wel vertellen waarom. Oké, de vaatwasser. Ik stond te wachten bij Medbay. Zoals ik altijd doe. Ik kwam de Link om te kijken of Link nog leeft. En ik kwam aan mijn lunchpad en hij leeft nog. Oké, maar ik heb je niet terug zien lopen. Nee, klopt. Maar hij leeft nog steeds. Oh, Link leeft nog. Oh, nee. Jongens, ik speel nog op de beta. Ik kan het nu al verklaren. Erwin die is weggevent. En toen kwam Rudy erachteraan. Die shankte Link neer. En heeft daarna gezelfreport om het op Erwin te nemen. Tussen allebei de imposter zijn. Ik heb toch al gefoot, joh. Je kan me niet meer overhalen. Joost heeft op zichzelf gefoot. Maar ken je me zo goed, Rudy? Volgens mij Okke kan wel confirmen dat ik daar naartoe liep, als het goed is. Ja, ik heb jullie allemaal goed zien lopen. Maar het is, dus het is een 50-50. Dus, en het is 9. Ik zou skippen op 9, maar ik weet niet wat de rest heeft gedaan. Ja, voor mij is het een soort van heteldaadje. Dat is wel duidelijk. Het is normaal geen 50-50. We hoeven helemaal niks te doen. Nee, het is 100%. Oké, Link leeft nog, ik skip. Ja, ik was pittig zeker. Ja, wat is dit alweer? Wat is dit al? What the fuck, jongens? Nee, niet weer. Ik heb hoog. Dat is zo logisch. Hoog is dus... What the fuck? Oké. Oh, man. Oh, Duncan, niet kill me niet. Duncan, don't kill me, please. Ik vind hem... Ah, ja, jongen. Oké. Waarom duurde dat zo lang? Nee. Jezus. Er zijn ondertussen 4 doden. We hadden net Erwin eruit kunnen stemmen, natuurlijk. Nee, oké. Dit is heel gek. Ik liep, zeg maar, samen met Erwin richting de onderste O2. En toen lagen er 2 bodies. Dat is echt heel gek, man. Ja, dat is best wel gek. Het duurde ook heel lang voordat het gefixt was. Alsof ze daar zaten te campen om kills te maken, weet je wel. Nee, maar er waren dus al 2 mensen. En wij liepen in O2. Ik was inderdaad bij O2. Wacht, wie? Chesto, waar was jij? Chesto was in balcony met mij. Ik was met Siri in balcony, ja. Siri en Chesto zijn het. Nee. Dat moet wel, want wie zijn dan bij de bovenste O2 gegaan? Ik ben bovenste gefixt, in mijn eentje. Ik heb niemand gezien. Waar is Rudy? Ik sta in balcony achter die satelliet. Die task. Dat Chesto, zie mij niet, toch? Duncan heeft me gezien. Ja, zie je. Ik heb Rudy in het begin al naartoe zien. Wat als Erwin en Natvlees het zijn? Nee. Want er lagen 2 bodies bij hun. En Natvlees had volgens mij ook niet op Erwin gestemd. En verdedigde het, terwijl het best wel een obvious foto was. Ik heb Erwin niet verdedigd. Het was gewoon een 50-50. En het was toch nog 9, dus we konden jullie alleen maar in de gaten houden. Ja, maar nu zitten we op 6. Nu moeten we stemmen. Ik heb Erwin nergens verdedigd. Maar wat denkt Siri dan? Want Siri is nog steeds gemute. Ik, ja, ik weet het niet. Ik was lekker op balcony chillen, dus... Was je ook op balcony? Ja, samen met Chester. En ze hebben jou allebei niet gezien, dus ik stem Rudy! Ik heb Rudy even gezien. Ik heb op Erwin gestemd, by the way. Dat werkt niet. Ik heb op Erwin gestemd. Aan de hand van volgende ronde zou ik ook op Rudy stemmen. Hey, Erwin, wie is je nou? Jongens, stem Erwin. Oprecht. Maxime? Ik laat me sturen. Oké, thanks.
Erwin en Natvlees stemmen allebei Rudy, dus een beetje sus misschien. Hm. Ja, is ook. De hand van vorige ronde, ik heb een redenering, die kan ik zo uitleggen. Wat is het Natvlees? I mean... Wat gebeurt hier? Ik heb trouwens... Wie waren er op Balcony? Siri en Chesto? We komen geen eens aan tasks toe. Ik moet even wat info verzamelen. Ik denk oprecht dat het Natvlees is. Kans is groot, maar Maxime denk ik niet. Self-report zou... Ik vertrouw Natvlees absoluut niet. Wanneer gaat die lights callen? Oké. Okay. 6, 2, 3, 5, 6. Alleen, ik ben sus nu als Siri doodgaat. Of ik doodga, dan boeit het ook niet meer. Natvlees kinda sus. Hij zit hier zo rond te jingle ook. Ah, ik heb hier niks. De rest moet dan een reactor zitten, maar dat zou dan Chester Maxime zijn. Chester is wel stil geweest de hele tijd. Niks. Oh, heeft hij een task? Dus dat moet dan wel reactor zijn, waar de lijken liggen. Chestone. Oké, maar dan is Maxime hier waarschijnlijk dood. Vermoed ik. Lights. En dan kan ik zo'n vieze... Wacht, wie was dat? Ah, was dat Natvlees? Dat was hem. Dat was hem, of niet? Dat was hem. Is hij... Wacht. Volgens mij zag ik Natvlees. Maar dan zou die flink gevent zijn. Had hij kill cooldown? I don't know. Oh, Maxime leeft nog. Oké. Even kijken. Die. Oh. Hallo. Ik voel me zo dom. Ik moet nog even wakker worden, joh. Hallo. Bom. Oké, als. Chesto is ook niet dood. What the f. Er worden geen kills gemaakt. Ja, dan hadden we. Oké, maar nu wordt het kut. Want we staan hier alle drie. 5, 6, 7, 8, 9. Oké. Chesto. Maxime. Siri. Wacht. Oh, Siri dood? Ja. Ik kreeg net een reportknop. Oeh. Ja. Even kijken. Dit is echt heel kut. Wacht. Siri, jij liep net weg, hè? Waar naartoe? Ik ben in decontamination nu. Ja. Natvlees, waar ben jij? In de vent. Ik liep net office binnen toen met report. Office? Waar is ja. Daar? Dat is waar de lights kan fixen. Oh. Ik was mijn eentje in een cafeteria toen ben ik naar office gelopen. Wacht. Nee, je was eerst nog even in locker room samen met mij. Toen ben je naar lights gegaan. Ik vertrouw die niet, ik leer je buurt. Oh ja. Lights ging heel de dag uit terwijl jij in de kamer met je was. Nee, de lights zijn twee keer uitgegaan. Oh. Het einde weet ik niet. Ja, waar was je op het einde? Er is net een body gekilled. Echt. We waren hier. Rudy, waarom is ze vieren? Chesto, ja. Siri en oh, Chesto waren ook. Er. Ja, die is echt letterlijk... Wij liepen allebei weg. Toen dacht ik van, nou, ik ga heel even kijken waar Rudy nog is. Oké, ik denk dat Maxime is dan. Nee, ik denk Natvlees. Maar hoe kan ik het zijn dan? De lights waren uit. Vent kill. We waren dit op een groep, behalve jij. Dus het is goed om hier een kill te maken voor verwarring. Is er nog iemand dood? Ja, Rudy. Goed gevonden. Is Ryan is ook doodgegaan deze ronde, of niet? Nee, alleen Chesto. Goed gevonden, Rudy. Denk ik. Vind jullie alle drie verdacht? Rudy kan het ook zijn, maar Rudy heeft me niet gekild. Ja, we zaten dit op een groep. We zijn al de hele tijd samen. Maar Maxime, waar lag Chesto precies? Want ik zag jullie voor het laatst bij Link Reactor ongeveer in die hoek. Ja, precies. Ik denk gewoon een beetje links voor. Dat is wel bij de vent, maar... I don't know. Ik heb early game dacht ik eigenlijk dat Maxime dood was, omdat ik haar dit er niet tegenkwam. Mm-hmm. Maar toen kwam ik haar wel tegen met Chesto en Siri en... Hoeveel tasks hebben jullie nog? Niet veel meer, ik weet het niet precies. Ik weet het ook niet uit. We kunnen skippen in principe, maar ja. Ik kan skippen op 4, man. Maar ik heb letterlijk niks gezien. Echt helemaal niks. Ik was steeds niet bij jullie, dus. Ik ga nu skippen, of? Skip maar gewoon. Doe je task. Blijf een beetje kaddelen. Maar ik vermoed Natvlees. Ja, ik ook. Ik denk Siri of Maxime. Ik denk niet dat Rudy is. Ik heb helemaal geen idee. Siri kan er niet zijn. Oh, we moeten eerst lights fixen! We konden trouwens ook gewoon snipen, voor de grap. Ik heb nog één task.
Hallo? Waar is iedereen? Kut! Slides nou... Dat was groen. Groen heeft het niet gefixt. Oké. Oké, ik vertrouw Sirum zelfs niet bij de body. Maxime was bij de body en... Nat Vlees heeft 100% gevent. Ik dacht al dat ik hem zag lopen, of dat ik de naam zag. En hij is ook de hele tijd afgezonderd van ons, dus hij kan ook haast alleen een ventkill pakken. En sowieso zijn gedrag van de eerste ronde. It has to be. Dat was een stack kill. Je blijft buiten de stack. Want dan, zeg maar, ik ben buiten... Maxime en ik zijn denk ik het meest suspicious. Ik moet nog één task. Eentje. Nog één taskie. Of, oh kut, ik moet electrical. Oh nee, ik moet wires 3 keer fixen. Oh, naar rood, blauw, naar blauw. Het is, hangt allemaal van mij af. Hangt allemaal van mij af, nee! Hij is het sowieso. Hij is het 100%, sowieso. Oké, als zij report spammen, dan is het... Ja, nu is het echt nat vlees. Sorry, man. Hoezo? Omdat Rudy iets voorliep en jij shankt Sirium. Ik liep ook voor. Nee. Ik heb het gezien, gast. Ik hield alleen jou in de gaten. Nee. Ik liep ook voor. Ik zag de voetjes van Rudy nog. Ik zag geen koppie. Ja, maar dan liep Rudy verder voor. Voetjes zie je eerder dan koppie in een cirkeltje. Nee. Ja, dat bedoel ik. Jij zag de voetjes van Rudy, dus Rudy liep nog voor jou en Sirius is net gekild. Dus. Ja, klopt. En jij liep achter mij. Jij liep achter mij. Nee. Jawel, jij liep achter mij. Zaten jullie allebei de report knop te spammen? Ik gewoon zeker te spammen. Ik zag Siri gekild worden, dus toen was het al duidelijk. Hebben jullie zeker allebei op mij gefoto of niet? Nee, ik heb op mezelf. Nee, ik ook op mezelf. Dan ga ik ook op mezelf foto. Nou, hoop ik Loki dat ik er niet naast zit, maar... Je zit er niet naast. GG. Yes! Ja, was dat een gefaalde double kill op het begin? Het was een paniekstretje van mij. Ik wil nog gewoon de 0 IQ play gooien. Kadem. Hey broeders, blijf klikken op die like knop als jullie meer Among Us video's willen zien. Laat ook een toffe comment achter en vergeet natuurlijk niet te abonneren. Volg me ook op twitch.tv/Rudy, want ik stream deze game ook live. En dan zie ik jullie hopelijk morgen in een nieuwe aflevering van Among Us.